komt misschien dan niet altijd bij de juiste mensen terecht. Maar het zuiden van Soedan krijgt in ieder geval nog hulp van de internationale gemeenschap. En dat kan niet gezegd worden van het Nuba-gebergte. Dat ligt in het midden van Soedan. De regering in Khartoum staat geen hulpacties toe voor dat geïsoleerde gebied. Een aantal kleine hulporganisaties trekt zich daar helemaal niks van aan en steunt de bevolking, die Nuba-bevolking. De Nova-ploeg ging mee op een illegale hulpvlucht. Het Nuba-gebergte in Soedan is waarschijnlijk een van de meest geïsoleerde gebieden ter wereld. De rebellen van de SPLA maken er, net als in Zuid-Soedan, de dienst uit. Maar hier zijn ze totaal ingesloten door regeringstroepen. De bevolking van 350.000 zielen is uit de vruchtbare laagvlaktes verjaagd en houdt zich schuil in de bergen. Alleen per vliegtuig is het gebergte vanuit Kenia bereikbaar. Al is de 3 uur durende vlucht illegaal en niet ongevaarlijk. Want de regering in Khartoum heeft het gebergte officieel gesloten gebied verklaard en geeft geen toestemming voor vluchten met hulpgoederen. Hongersnood of geen hongersnood. Een aantal kleine organisaties, waaronder NOVIP, steunt de illegale hulpvluchten naar het Nuba-gebergte. Samen met een aantal andere journalisten kunnen we mee. Al tijdens het uitladen worden we opgeschrikt door mortiervuur van de regeringstroepen. They are shelling because they saw or heard the plane which landing down. That is why they are shelling. Because for their shelling they cannot achieve anything or any military objective by this shelling. It's intimidation. Just intimidation, I think. Tot de oogst klaar is, over ongeveer een maand, heeft het Nuba-gebergte elke hulp hard nodig. Alles wordt door de vrouwen de bergen ingedragen, naar het hooggelegen dorpje Mirawe. Een tocht van ruim 2 uur. Wat ik begrepen heb is dat het is nu door USAID hier geschonken. Maar dat is vrij informeel. Want eigenlijk is er nu bij Mountains buitengesloten van het gewone voedselhulpprogramma. Ook van het wereldvoedselhulpprogramma. Dus officieel mag er nu bij Mountains geen officiële voedsel krijgen. Wij zijn het er niet mee eens. Dus wij steunen ook de organisatie die probeert om ook hier wel voedselhulp te krijgen. Maar we zijn eigenlijk op een illegale missie. Ja, we zijn op een illegale missie. De Nuba Mountains als gebied, daar gaat de oorlog ook gewoon door. Het is niet een staakt-het-vuren gebied, terwijl er nu wel staakt-het-vuren is tussen Noord- en Zuid-Soedan. En in alle onderhandelingen blijft de Nuba Mountains een heel ingewikkeld gebied. Thomas Osman. Thomas Osman uit Labarra. Dat is een goed. Jima Jamal uit Labarra. Hallo, jullie zijn nog morgen in het hele deel. Naar jullie is mijn logie en dat duurt langer. En dat duurt bij de hart om hier in het geval. Laat jullie jaren, die hadden jullie te koos. Te koos en geen arm tijd in waar we. Laken als het tab andere naar de oude terrorot. Hij woont de basis door de lee. Je lunge de moeder, pas ik door de jaren. Onder vol. Onder vol. Onder vat, I'm low. Sami Ismail. The situation is still deteriorating. It started last April, and that was the time when we appealed for food relief. We managed to send in 160 metric tons, which actually helped the situation in June, July. And because of the rain also, it was very difficult for us to land because the airstrips were wet. The situation right now is not really very much improved. They were singing, calling others and collecting. We are too young
and we are facing genocide from those of NIF. And they are calling others to move to the south and bring arms to fight with those of NIF. Yeah. Even if you are naked, if you are what, if you are have no shoes, if you are angry, even we can help our shoulders to defend our place. People, as you say, have very good coping mechanisms here. They are eating wild foods, they are using every possible means to survive. And they really only got a month to keep going, because the crops are coming up here. They've had very good rains, they've had very good season of crops. A lot of crops have been planted. There's a lot of land, there's a lot of people have fled, so there's a lot of farmland, very good farmland, which is there. If the seeds can come in, and then you know, I have great hopes for these people as far as food is concerned. The war is another problem. En die oorlog gaat gewoon door. De ruim 50 verschillende stammen die het Nuba-gebergte bevolken, blijven zich met alle beschikbare middelen verzetten tegen de wat zij noemen fundamentalistische Arabieren uit Khartoum. En gezamenlijk houden ze stand. In ganse pas gaan we op weg naar de commandant van de rebellen, die ons uitlegt waarom het regeringsleger het gebied zo graag wil innemen. They see that the Nuba people and the Nuba area is very important for them. Because they consider it is belong to the north. So they have now the process of Arabizing and Islamizing the people of the or the black people of the Sudan. So the Nuba people is the one of their Nuba area is the one of their target. By our coming here, they feel that we are hampering their policy, their plans. We are as an obstacle for them. Intussen voelen de Nuba zich al meer dan 10 jaar van God en alles verlaten. Door de oorlog zijn ze totaal afgesloten van de buitenwereld. Veel mensen hebben de hongersnood niet overleefd. Of zijn op zoek naar voedsel naar regeringsgebied vertrokken. Een onzeker lot tegemoet. Hulp van buitenaf bereikt het Nuba-gebergte maar mondjesmaat. Wat ook te merken is in het primitieve ziekenhuisje. What is wrong with the child? He has a diarrhea. Diarrhea with fever. Severe diarrhea? Severe diarrhea. Yes. As you can see now, he's completely dehydrated. Is there enough medicine for this kind of cases? Fortunately, we have some capsule for stopping the diarrhea. But unfortunately, we don't have anything for rehydration, like ORS or infusions to compensate the loss in water. Mm. Yeah. Are a lot of children dying from diarrhea here? Yes, a lot. If you look at the statistic I have now, you may find this is the statistic of August. If you look at the diarrhea cases in total, it's almost 300. In August? Yes, in August. Diarrhea cases were 300 in August, which is, I can say, the second leading disease in the area, endemic disease in the area. And if you look at the mortality, although the malaria cases are higher than diarrhea, but the death in diarrhea is higher than malaria. Yes. Thank you.
Actually, we don't have a qualified doctor, but we have a medical assistant and a certificated nurse. They are the one handling the cases. And what if there is an emergency case that needs to be operated? If it is within our capacity to do it, we will do it. If it is out of our capacity, then the ultimate result is this. We don't have any choice. The coup is being used as a weapon by the Khartoum government because, first of all, they denied the entering of the food to the Nuba Mountain by the OLS or any NGOs. They refused this completely, and their intention is that to force people to go to their side, and after they're being very hungry, they can go to their side. Food, if there is no food, wouldn't stop them fighting the government, because they want a just government, they want balanced development, they need justice and freedom. So these are the main objectives why they are fighting. And you can see, even though the government is denying food to come to Nuba Mountains, still people are on the land. This is simply because even if the government is denying them food, even if they are dying, still the main objective remains. De meest gewone situatie, daar hebben we veel over gesproken, ook in Zuid-Sudan, is dat militairen ook voor een deel gewoon in hun eigen huishoudens wonen. En die eten dus het voedsel mee, wat ook door voedselhulp binnenkomen. Dat is de gewone situatie. Is dat geen dilemma? Sudan is helemaal een dilemma. Alles is hier een dilemma. Er wordt ook gezegd, zou je niet op moeten houden met voedselhulp totdat die oorlog eindigt. Alleen je raakt er de verkeerde mensen mee, want je kunt niet 350.000 mensen laten sterven. This is a heavy rain. By now, maybe there is strip muddy. And what are the consequences of that? It means that tomorrow we cannot find any plane. This is our problem. Almost it's raining. Yeah. And if it's raining, there are no planes. How? So for how many days will it be impossible to land? If there is no rain for 2 days or three, and then airstrip can become dry, and then we can receive any rotation. But it takes 3 days. Yeah, 3 days or four, or more than four, sometimes. Ook ons vliegtuig komt niet opdagen. Opeens voelen ook wij het isolement aan de lijve. Maar een dag later waagt een Russische piloot het er toch op. Met alle gevolgen van dien. Morning. Morning. How are you? Good, thank you. And you? We are fine. What happened to the plane? No problem. No problem. It's very, very light aircraft now. Push. We have to push it a little bit. Yes. Ja. Oké, push.